en welkom bij weer een nieuwe Game Gear Review hier op Gamer Geeks. Vandaag gaan we het hebben over een Rockat product. We hebben er al eerder twee muizen en een headset van gereviewd. En nu is het tijd voor muis nummer 3, whatever. Je snapt hem. De Rockat Tion. Als je op het eerste oog kijkt naar de Rockat Tion, dan denk je, oké, ja, dit is er weer zo eentje. Dit is zo'n typische profi gaming muis. Zal al niks bijzonders hebben. Maar dan moet je naar de doos eens even gaan kijken, want daar staat ontzettend veel hatsenflats op. Zoals een Pro Aim Laser Sensor, 8200 dpi. Dat is best wel veel. Multi-button, blabla, easy shift, illumination, ergonomic, whatever. Heel veel geblablabla, moeilijke woorden gebruiken. Ik snap de helft niet wat hier staat. Maar is het een goede muis? Laten we zoals altijd kijken naar wat voor knoppen de Rockat Tion allemaal met zich meebrengt. Uiteraard de linkermuisknop, de rechtermuisknop, het scrollwieletje die je in kan klikken. En ja, dan komt meteen al het opvallende van deze muis komt dan langs. Vier knoppen aan de zijkant van elke linker of rechter muisknop. Deze twee knoppen die staan standaard ingesteld op het DPI wisselen. Dus hoe snel jouw cursor beweegt over het scherm. Hoe snel je dus richt in een shooter game. Dat kan je hiermee aanpassen. De bovenste gaat de DPI omhoog en de onderste gaat de DPI omlaag uiteraard. Daarnaast, naast de rechtermuisknop heb je ook nog eens twee knoppen. Die staan standaard ingesteld op linker control en linker alt. Dit valt natuurlijk allemaal aan te passen in de Rockat software. Kom ik zo op terug. En onder het muiswieletje heb je een dingetje. Ja, ik weet niet echt hoe ik dit moet noemen. Maar het is een klikding. Het fungeert zeg maar als wanneer je andere muiswielen op zijwaarts zou klikken. Dat doet dit. Ja, het is best wel raar. Zeker de positionering ervan. Want als je je hand er gewoon oplegt. Ja, hoe de fuck ga je dan dat dingetje inklikken? Kijk dan. Ik bedoel, je hebt standaard je vingers zo. Dus als ik dan dat zijwaarts dingetje in wil klikken, dan moet ik dus... Ik snap het niet. Aan de zijkant, waar je normaal gezien je duim neerlegt, heb je ook een aantal extra knoppen. En ook weer een hele opvallende. Je hebt hier twee extra knoppen. Die staan standaard ingesteld op vorige en volgende in bijvoorbeeld een webbrowser. Deze kan je ook veranderen in de Rockat software. Je hebt hieronder heb je een hele vet knop. Dit activeert de Easy Shift. De kleur van je muis verandert ook wanneer ik dat activeer. En de Easy Shift zegt het eigenlijk al, het is een shift knop. Wanneer je deze ingedrukt houdt, kunnen alle andere knoppen iets anders doen. Ook dit valt allemaal weer in te stellen. Maar de meest opvallende knop op deze muis, en je hebt hem ongetwijfeld al gezien, dat is de Accelerator. Het flap dingetje hier aan de zijkant. Ja, deze staat dus standaard op een soort neutrale positie. En kan je naar beneden halen of compleet naar boven. Dit moet invloed hebben op hoe jouw muis beweegt. Op zich een heel erg gaaf concept, maar ik heb zelf amper het verschil gemerkt. Het schijnt dat je de X-input en de Y-input, dus Y is dan verticaal en X is dan horizontaal, dat moet dat beïnvloeden. Nou, ik heb meerdere malen aan de settings gezeten en ik heb ook tijdens shooters en andere type games heb ik ermee lopen te kutten. En ik merkte het verschil gewoonweg niet. Wat ik liever had gewild is dat je met dat flip ding, de accelerator, omhoog dan gaat je DPI omhoog en omlaag gaat je DPI omlaag. Gewoon tijdelijk, dat als je dat ding weer loslaat, gaat het weer in een soort neutrale positie. Je kan misschien denken, ja Jim, maar je hebt al twee extra knoppen om de DPI om te wisselen, wat loop je nou te zeiken? Ja, het is gewoon heel handig als je bijvoorbeeld een sniper rifle hebt en je ziet iemand, wil je gewoon even dat je DPI lager staat. En aangezien er geen lampjes zijn die aangeven op wat voor DPI je zit, je hebt wel weer de Rockat Talk functie, dat ding tegen kan praten, maar dat heb ik uitgezet, want het is gewoon irritant. Er zijn geen lampjes ofzo om aan te geven op hoeveel DPI je zit. Dus in die zin zou dat wel heel erg handig zijn, maar die functie zit er niet standaard in. Er zal ongetwijfeld een macro voor aan te maken zijn, maar zo technisch ben ik helaas niet. Als je in zijn algeheel kijkt, kan je misschien denken dat de knoppenindeling niet ideaal is van hoe ze liggen op de muis. En dat klopt. Nogmaals, dat zijwaarts scroll dingetje onder het muiswieletje. What the fuck, weet je. Tuurlijk, je kan er iets anders op instellen. Maar je gaat er nooit gewoon normaal met je vingers bij komen als je je muis beet hebt. De Easy Shift knop, die zeg maar echt hier helemaal op het randje zit, die zit heel erg goed gepositioneerd. Maar dan moet je dus met je duim moet je dat ingedrukt houden om het effect toe te passen. Maar als je dat ingedrukt houdt, kan je niet meer bij die andere zijwaartse knoppen. Dus
ja, je kan daar wel wat instellen dat ze iets anders doen wanneer je de shift ingedrukt houdt. Maar het heeft geen nut, want je kan er niet bij. Gelukkig is de Rockout Tyon software ontzettend uitgebreid en heb je 80.000 metertjes waar je lekker aan kan kutten om jouw ultieme instelling te creëren. Je kan profieltjes inladen, opslaan, een naam geven, 80.000 metertjes met allemaal dingetjes, DPI, defining your cursor, Windows cursor, de calibratie van het accelerator flap dingetje. Het zit er allemaal in. De lichtjes, je kan nu in een kleurenspectrum kan je allerlei kleurtjes uitkiezen. Het is fucking uitgebreid. Ik heb er zelf de tijd niet voor om het al precies in te gaan stellen. Maar het is zo fijn dat het erin zit. En over lichtjes gesproken, hoe is het design van de muis? Als je op het eerste gezicht kijkt, is het een heel standaard Rockout design. Met zwart aan de zijkant, grijs in het midden en weer het grote leeuwenlogo die prominent aanwezig is. Ik vind hem zo stoer. De woorden van zowel het merk als de naam van de muis zijn ook mooi afgebeeld op verschillende plekken van de muis. Vind ik heel vet. En ja, je hebt twee lampjes. Eentje bij het muiswieletje en eentje aan de onderkant, aan de rand van de muis. Fucking vet vind ik dit. Ik heb nog geen enkele andere muis gezien die dit heeft gedaan, of althans gereviewd. En ik vind het echt heel mooi. Je merkt echt de omlijning van de muis en het zit ook, zeg maar, de feeling, je grip, zit het niet in de weg. En dat vind ik heel erg fijn. De manier hoe deze muis speelt is echt heerlijk. Aan de zijkant heb je lekker robuust plastic zwart spul. En het voelt gewoon lekker. Als je het in je handen hebt, niks voelt raar. Je bent gewoon meteen ready to go. Je gaat lekker gamen met de Rockout Tyon. Wel moet ik zeggen dat ik de muis ontzettend licht vind aanvoelen. Je kan er ook geen gewichtjes in doen. Aan de onderkant is alleen de sensor aanwezig die tot 8200 dpi gaat. Dat is best wel hoog, dus als je secuur wil gamen, dan kan dat. Maar ik hou er toch wel van om een beetje gewicht in mijn muis te hebben. Zeker als het zo'n ding is met heel veel knoppen en flapjes en fratsen eraan. Ik vind het gewoon jammer dat er niet wat gewicht in zit. Maar dat is natuurlijk een smaakkwestie. De kabel van de muis die is van lekkere goede kwaliteit. Niet heel erg lang, soort 1,5 meter. En het is gewoon een standaard USB 2.0 aansluiting. Dus hij moet het op de meeste computers gewoon doen. De Rockout Tyon. Ik vind het een hele vette muis. Game lekker weg. Zijn zat knoppen aanwezig. Ook wat knoppen die echt mongolisch geplaatst zijn. Maar al met al gewoon een hele fijne gameervaring gehad met deze Rockout Tyon. Er zit wel één groot nadeel aan en dat is de prijs. Hij kost namelijk 100 euro. Best wel pittig voor een muis zonder gewichtjes. Wel met heel veel extra knoppen, maar waarvan sommige gewoon weg geen meerwaarde bieden. Zoals het grote flap dingetje waarvan je zou denken, oh dat is echt vet. Het is wel heel vet in specifieke situaties, als je bepaalde macro's eraan wilt vastbinden. Maar ik vond de meerwaarde er helaas niet in. Dus, heb je echt knoppen waarvan je denkt, oké, dat wil ik echt gaan gebruiken hiermee. Ik zie meteen wat ik wil doen in games met dat flapding. Dat scroll zijwaarts ding er niet in zit. Ik hou wel van lichte muizen. Dan is de Rockout Tyon echt wel een aanrader. Het is een hele fijne muis, maar wel een dure.